we zien hem zitten. Kijk, Marciano Vink zelf. Dag Marciano. Ja. Hey Harry, hoe is het, man? Ja, goed. Met jou? Ja, je ziet er goed uit. Ja, en jij bent geen steek veranderd. Nou ja, hallo. Alleen die keer dat wij naar de kapper zijn geweest, ja. Die krullen eraf gingen. En je hebt het zo gehouden, maar je bent geen dag ouder geworden. Kijk, ja, dat is inderdaad waar, vrienden. Ik ben ooit bij Marciano in Genua geweest. En daar gingen we naar de Italiaanse kapper en hup. Ja, dan ging de haren eraf, hoor. Per lui lo stesso come me. Zoiets was het, als ik het goed heb de woorden. Dus voor hem hetzelfde als bij mij. Ja, ja, het was prachtig. Mooie ja, tijd. Ja, zeker. Ja, mooie tijd. We gaan heel ver terug. En beste mensen, vergeet niet. Marciano, gevoetbald bij Ajax en PSV. Er zijn er niet te veel in Nederland die dat kunnen zeggen. Hij wel. Een aantal. Lerby, Kieft. Vanenburg. Arnezen. Oh ja. Ja, er zijn er wel meer, hoor. Menso. Oh, er zijn er wel meer, ja. Ja, we komen wel. Nou, ik denk aan een stuk of 15, 20 misschien. Hey, laten we eerst eens even kijken naar die wedstrijden die eraan komen. Olympiakos en Ajax tegen Lille. Ja. Wat gaan we ervan zeggen? Nou, ik denk dat Ajax gewoon hetzelfde spel gaat spelen. Ik denk dat de trainer van Lille heeft gezegd dat hij zijn ploeg niet herkende. Dus die gaan denk ik wel iets meer druk zetten. Ze moeten sowieso. Ja. Maar die gaan wel meer druk zetten. En Ajax zal toch kalm moeten blijven. Die zal toch onder de druk uit moeten blijven voetballen. Geen lange ballen. Weet je, blijf gewoon voetballen. En op het moment dat jij er een paar keer onderuit voetbalt onder de druk, dan zie je dat bij de tegenstander toch de schrik toeneemt. Want die denken van, oh, dit werkt niet. Nou, en daar moet je van profiteren. Dus als Ajax gewoon thuis één doelpuntje maakt, nou, dan is het gebeurd. En dan wordt het denk ik nog wel een iets grotere uitslag ook. Zeg het maar, hoeveel? Nou, ik denk dat Ajax gewoon thuis met 3-0 wint. 3-0? Ja. Zeg Marciano, Ajax, Lille. En PSV dan tegen die Olympiakos? Nou, ik heb best wel goede hoop. Kijk, als PSV gewoon begint met waar ze tegen Vitesse geëindigd zijn. Ja. Met aanvallend spel, met creativiteit, met gutsen op de juiste plek, met Malen die gretig is, denk ik dat PSV gewoon thuis kan winnen. En ik verwacht zelfs dat ze met 2-0 of 3-1 winnen. Oh? Ja, ik denk dat PSV doorgaat. Oké, nou, Ajax en PSV veilig, die gaan door. Ja. Marciano heeft gesproken, beste mensen. Dus geen zorgen. Vanmorgen heet dat. En ik kan het weten. En jij kan het weten, ja. Zit vrij vaak goed, hè, met gokken. Vrienden, jullie weten het misschien niet. En anders als je het wel weet, dan blijft het toch heel bijzonder. 10 jaar geleden heeft deze man, die Marciano, heeft iets meegemaakt waar wij allemaal heel erg van dromen. Ja. Ja. Ik weet het. Ik ga het vertellen. En vertel het mij. Dit is echt omdat ik jou al, ik denk wel, nou wat zal het zijn, 25 jaar ken. Nou, wel langer. Ik denk wel 30 jaar ken. Ja. Het is de laatste keer dat ik het vertel. Maar je ik heb 10 jaar. Nee, dat vertelt echt nooit meer. Ik heb 10 jaar geleden op een, wat was het? Ik denk in december. Ik kwam vanuit een hele slechte periode met belasting en nou ja, allerlei toestanden. Oh jee. En ik ging naar het casino toe. Ik was. Eigenlijk op zondagavond was ik studio voetbal aan het kijken. Mijn vrouw die zei van, je had toch afgesproken in het casino? Ik zei, oh ja, helemaal vergeten. Ik ga en ik stap op de scooter. En ik rijd naar het casino in Amsterdam, het Lido. Daar aangekomen had ik een afspraak met een vriend van mij. Maar die was aan het pokeren. Ja. En die had eigenlijk geen tijd voor mij. Hij stond wat achter, dus zijn bui was niet helemaal top. Dus ik loop naar boven, naar de kasten. Ja. En ik zie die millions kasten staan. En ik gooi daar €50 in. Want ja, het is geloof ik het was toen €2,75 per draai. Ik gooi €50 erin en ik druk op die kast. En nou, ik kreeg wel wat spelletjes, maar niet echt bijzonder. Ik denk, nou, wacht even, wat voor kast is het? Moet je op zo'n knop drukken? Ja, moet je zo'n dit knop doen? Ja, nee, knop. Druk. Op zo'n ding drukken. Maar is dat dan gewoon van die dingetjes die langskomen? Ja, die vijf van die rollen die draaien. Oh, 5 rollen die draaien. Ja, en uiteindelijk zijn al die kasten geschakeld door Nederland. Oh, oké. Okay. Ze heten ook de Mega Millions. Goed. Nou, en de beginstand is op €1 miljoen. En vanaf daar gaat die tellen. Oké. Okay.
Oké, dus ik gooi nog een keer 50 euro erin en ik krijg 3 symbolen die je moet hebben. Hè? In totaal 5, maar ik krijg 3 en ja, niks speciaals. Maar het is in ieder geval een start. Ja. En ik krijg 5 vrije draaien en op de tweede vrije draai komt het vierde symbool. Nou, dan wordt het al spannend. Oh. Ja. Oh, je moet 5 dezelfde symbolen hebben. Ja, je moet 5 dezelfde symbolen. Maar ik had er toen al 4. Oh. En toen had ik nog 3 draaien te goed. En op de volgende draai zie ik hem zo komen en hij landt zo op het juiste plekje. En toen had ik er 5. Wauw. Ja. En toen ging confetti kanon, sirene ging af, het hele casino op zijn kop. En ik stond erbij en ik keek naar. En op een gegeven moment komt er zo'n chef, weet je, met zo'n keurig, met zo'n pak aan. Die zegt, is die jackpot van nu? Ik zeg, ja. Ik zeg maar, ik moet eerst even naar beneden, want de pokerruimte was beneden. En die vriend van mij, die zat daar. Dus ik zeg, ik moet eerst naar beneden. Hij zegt, doe dat dan even snel. Dus ik vloog door het casino. Ik kom beneden aan in die pokerruimte. Ik zeg, ik win de jackpot. En niemand reageerde. Ik laat die tafel toe. Ik zeg, ik win de jackpot. Ik zeg, ik win de jackpot. Nou, op een gegeven moment die hele tafel mee naar boven. Toen stonden er nog meer van die hele chique meneren, van die chefs. Ja. En die zeiden, ja, we moeten wel even naar een rustigere ruimte. Dan kunnen we eventjes praten over wat er natuurlijk gebeurd is. Ik zei, nou, hartstikke goed. Nou, die hele pokertafel, ik kende de helft niet, die ging allemaal mee, die ruimte in. Oh. Dus die chef, die kijkt mij aan. Hij zegt, hoort dit allemaal bij jou? Ik zeg, nee, alleen die ken ik wel. Nou, die mochten blijven. Toen kwam zalm, wodka, van alles. Oh. Allemaal hapjes, drankjes kwamen. Oh. En toen op een gegeven moment toen hadden ze dus geverifieerd of de jackpot echt van mij was, hè, via de camerabeelden. Ja. Toen kwam er dus een andere man die zegt van, we hebben het geverifieerd en het klopt, de jackpot is van u. Als we zo meteen het financiële gedeelte gaan doen, dan moeten de vrienden wel weg. Ik zeg, ja, natuurlijk gaan die weg. Dus die liep op een gegeven moment de ruimte uit. Toen zat ik dus alleen met die 2 chefs. Ja. En toen zei hij, hoe had je het gewild? Ik zeg, nou, doe maar cash. Nee, hij zei, nee. Hij zei, nee, zo... Maar wist je toen al gelijk over welk bedrag het ging? Ja, nee, dat zag je natuurlijk in beeld. Het was bijna 1,4 miljoen. 1,4 miljoen? Ja. Beste vrienden, dat bedoel ik nou. Daar dromen wij toch allemaal van? Ja. Het is hem gebeurd gewoon. Ja, bizar. Maar ik maak het verhaal even. Dus op een gegeven moment zegt hij, hoeveel je? Ik zeg, nou, cash. Ja, grappig, hahaha. Nou, en toen was het dus eigenlijk de vraag van, nou, hoe wil je de verdeling? Wat wil je precies? Ik zeg, nou ja, weet je, doe dit maar op de bank storten. Ik wil een beetje cash in mijn handen, want we moesten nog de avond natuurlijk even doorzakken. Ik zeg, ik doe maar wat cash. En uiteindelijk kwamen er steeds meer vrienden. Je kent wel hoe dat gaat. En steeds meer vrienden, die kwamen het casino binnen. Ja. En uiteindelijk zijn wij de stad ingegaan. En ik weet niet hoe die film mee heet, maar het in Las Vegas, The Hangover. Ik weet niet, zoiets, hè? Ja. The Hangover, ik weet niet, die gezien. Ja. Zo'n soort avond hebben wij beleefd. En ik kwam dus, 's ochtends om 7 uur kwam ik thuis. En in de tussentijd had ik mijn vrouw natuurlijk gebeld. En verteld over het hele, wat er gebeurd was. Ja. Ja. En zij heeft al die tijd, totdat ik thuis kwam, heeft zij op het randje van het bed gezegd van, hè? Jackpot gewonnen. Hè? Hoe dan? Dus, en dan van alle adrenaline, hè, dan kom je thuis, alle adrenaline die je hebt, natuurlijk ook een beetje lam, hè, want we hadden zo'n hangoveravond. Ja. 2-3 dagen niet geslapen. Het, weet je, er spookt gewoon van alles door je hoofd. Nou, het was een super bedrag en heel blij mee en bizarre avond, bizarre tijd. Heel erg gelukkig mee. Zo. Dus ja, dat zijn mooie verhalen. Wat een verhaal. Wat een verhaal. 1,4 miljoen. Ja, wat een verhaal zeg. Ja, bizar. Luister, ja. Wat gaan we doen met PSV tegen Ajax? Ik weet niet in hoeverre de trainer Schmid weer een nieuw foefje uit de doos tovert. Als hij de poppetjes goed invult, dus de sterkste spelers opstelt met Gutsen, met Malen, met Sahavi. En dat Sangaré en Rosario bij de les zijn. Dus niet alleen maar naar de bal turen, maar ook gewoon om zich heen gaan kijken. Ja. Druk naar voren durven te zetten. Dan geeft PSV een hele goede kans. Ja. Nou, ik verwacht dat PSV moet. Ik denk dat PSV gewoon druk gaat zetten thuis. Ik denk dat ze het centrum van het centrale duo achterin bij Ajax
gaan ze onder druk proberen te zetten met Malen en Sahavi. Ja. Nou, dan zal het komen op Blind en Gravenberg. Hoe goed en hoe rustig blijven die aan de bal onder de druk? Okay. En als dat lukt, ja, dan wat net zelfs als tegen Lille, dan denk ik dat Ajax de beste papieren heeft. In deze twee ploegen is het afhankelijk wie durft te voetballen. Laat ik het daarop houden. Wie durft te voetballen? Geef dan maar een uitslag. Ja, daar komt hij hoor. Beste vrienden, allemaal in de riemen. 2-2. 2-2? Ja. 2-2. Dat is wel heel voorzichtig allemaal. Zeg. Nee, 2-2. Nee? 2-2. Ja, allebei tevreden. Dus ik heb gezegd... Ja? Ajax tegen Lille, 3-0. 3-0, dat heeft hij gezegd. PSV Olympiakos, 2-0 of 3-1. Ze gaan door. Ja. En dan of. PSV Ajax, de bekende... 2-2. Nou ja, jongens, het is duidelijk. Hey Marciano, we gaan gedag zeggen. Hey vriend, ik hoop je nou wel sneller te spreken. Hè? Ja, dat gaan we doen. Absoluut. Dankjewel. Bye bye. Doei doei. Ik zie je snel, Arie.